Goed, mijn naam is Linde Molendijk, aaltjesonderzoeker en bodemonderzoeker. Mijn collega die... Ik ben Paulien van Aspra, ik ben een collega van Leendert en ik werk bij het bedrijfssystemenonderzoek. En vanuit mijn aaltjeswerk is altijd de discussie van hoe krijg je nou de informatie bij de teler. Daar zijn we 30 jaar geleden begonnen met het aaltjesschema. En ja, dan bereik je een groep van... Maar we hebben veel meer informatie van hoe bereik je nou telers. En de brancheorganisatie Akkerbouw die heeft op een gegeven moment gezegd... bodemziekte is een steeds toenemend probleem. We hebben geen natte grondontsmetting meer. We raken granulaten kwijt en alles wat er is, dat staat ook onder druk. Wat is er nou een alternatieve maatregelen bekend? En zorg nou eens dat dat bij elkaar komt. Joeke Posma, schimmelspecialiste, Athermoshuizen, schimmels en nemethoden. En ik ben een aaltjes... onderzoeken. Wij kregen dus de opdracht om dat bij elkaar te schrijven. Hartstikke mooie opdracht natuurlijk. Alle oude onderzoek erbij. Alles wat we op dit moment aan het doen zijn. En dat hebben we bij elkaar gebracht in een rapport. En dat is 110 pagina's. Echt nou, de moeite waard. Het is compact geschreven allemaal. Ook figuren erin. Dus alleen halverwege zei je al tegen elkaar, ja, dit wordt hem niet jongens, want We hebben al weggelaten wat we konden weglaten. Nog is het 110 pagina's. Dat is gewoon veel te veel. Dat gaat niemand op die manier gebruiken. Hadden we een slimme gedachte. We maken een samenvatting met een tabel. Hier staan alle bodemziektes, nematoden, schimmels. Daar staan de maatregelen. En dan zetten we erin of het effectief is. Ja, dan nee. Dan heb je tenminste een plek waar je kan wezen om het op te halen. De brancheorganisatie is niet snel tevreden. Je zegt, dat gaan ze ook niet gebruiken. Het is allemaal papier, waar haal ik dat dan vandaan? Kunnen jullie niet daar een tool voor maken? Die zijn we aan het maken. En we willen die graag presenteren, maar vooral van jullie horen. Zitten we nou op de goede weg? Gaat dit werken voor jou als teler, voor jou als adviseur? Nou, en dat willen we aan het eind van deze sessie, hopen we dat gehoord hebben. Ja, ik ga eerst even wat laten zien. We hebben de gezond gewastool gemaakt. www.gezondgewastool heet die. En aan het eind hebben we een paar stellingen voor jullie, zodat wij erachter kunnen komen of dit nou de juiste tool is, ja of nee. Er staat een sneak preview boven. Dat komt omdat die nog niet helemaal klaar is. Inhoudelijk werkt die, technisch werkt die, maar we willen nog wat fine-tunen aan het uiterlijk van de tool. En we willen natuurlijk jullie meningen erin meenemen. Maar ik ga er al wel wat van laten zien. Dit is de pagina waar je op binnenkomt. Er staat ook nog bij under construction, dus hij is nog net niet helemaal klaar. Hier staat wel op, dat valt net even uit beeld, maar dat staat eronder hoe je de tool moet gebruiken, wat je allemaal kunt kiezen en wat je dan als eindresultaat krijgt. Maar dat ga ik nu laten zien. Dit is de eerste pagina waar je kunt gaan kiezen. Dan gaan we hem eventjes ietsje uitvergroten, zodat we het iets beter kunnen lezen. Hier links staan alle bodempathogenen, zoals ze ook in het rapport staan, wat Leendert net liet zien. En hier rechts staan de bodemmaatregelen. De bodempathogenen zijn verdeeld in drie groepjes. Aaltjes, bodemschimmels en bacteriën, oomyceten en protisten. En die kun je allemaal openklikken. Dat ga ik nu even hier doen bij de aaltjes. En dan verschijnen er 13 aaltjes, waarvan een stukje uit beeld verdwijnt. Maar die kunnen we wel weer wat meer in beeld zetten. Dan ga ik er een aantal kiezen om een schema te maken. Stel dat dit de aaltjes zijn waar ik problemen mee heb. Je ziet hier nu ook een tellertje mee lopen. Ik heb er 3 van de 13 gekozen. Dat is handig als je het vakje weer dichtklikt om naar de schimmels te gaan. Dan zie je dat er toch nog aaltjes gekozen zijn. Bij de bodemschimmels ga ik er ook een aantal kiezen. Voor de demonstratie. Waarom wil die niet? Hij wil wel. Zo. Dit vakje doen we ook weer dicht en dan ga ik nog een paar bacteriën kiezen. Vervolgens gaan we hier naar rechts naar de bodemmaatregelen. Dat zijn de 11 in totaal. Van alles, van vruchtwisseling tot hygiëne, tot grondbewerking. Voor de demonstratie kies ik ze even in één keer allemaal. Zo. En als ik dan op deze knop maak schema klik... Dan verschijnt hier het bodemmaatregelenschema met de zelfgekozen aaltjes en schimmels en bacteriën. Die staan hier in de links van boven naar beneden. En hierboven, slecht leesbaar nu, staan alle
bodemmaatregelen. Dan ga ik het even iets inzoomen, zodat het wat leesbaarder wordt en ik ook naar beneden hier naar de legenda kan. Want wat betekenen nou die kleurtjes? Je ziet groen en geel en roze. Groen betekent dat een maatregel bewezen effectief is tegen het aaltje of de schimmel of de bacterie. En geel betekent dat het perspectiefvol is. Dat betekent dat er al wel onderzoek naar gedaan is, maar dat het nog niet echt helemaal zeker is dat die groen kan worden. Dus daarom hebben we hem nog op geel staan. En roze betekent dat de maatregel onvoldoende effectief is of niet effectief. Nou, je ziet dat het in het schema heel wat groene vakjes staan, ook nog heel veel witte. Dat zijn de witte vlekken, daar weten we nog niet voldoende van. Een aantal gele en in dit geval ook nog één roze. En achter die vakjes zit ook nog heel veel informatie, want het was een rapport van 110 pagina's. Dat kun je niet samenvatten in alleen maar zo'n schema. Er zit namelijk ook achter ieder vakje nog informatie in de vorm van een wikipagina. Ik klikte nu net op de combinatie Rhizoctonia en grondbewerking en dan krijg je een wikipagina met om te beginnen de informatie hoe grondbewerking kan bijdragen aan de bestrijding van Rhizoctonia in biet. En daarna op de rest van de pagina volgt nog wat meer informatie over Rhizoctonia. Bijvoorbeeld hoe het eruit ziet in het veld en hoe het eruit ziet op de biet zelf. En daarna volgt op de rest van de pagina de andere maatregelen die effectief zijn of perspectiefvol voor deze schimmel. Maar degene die als eerste had gekozen staat bovenaan. Zo heeft elk gekleurd vakje in het schema ook een of meerdere pagina's met achtergrondinformatie. Een andere manier waarop je de tool zou kunnen inzetten wil ik ook nog even laten zien. Stel je bent geïnteresseerd in inundatie als maatregel. Die kies ik even, want je hebt veel aaltjesproblemen. Ik kies even alle aaltjes. En je denkt, inundatie, dat is iets om in één keer van al mijn problemen af te zijn. Ik maak even het schema. En dan zie je hier in één oogopslag alle aaltjes en de maatregel inundatie, nog een tikkie groter. Maar je ziet ook dat er inderdaad een aantal aaltjes zijn die groen kleuren, dus inundatie is een goede maatregel om dan van je aaltjes af te komen. Maar er zijn ook plekken waar het geel is, dan weten we het nog niet echt helemaal zeker, maar het is wel perspectiefvol. En zelfs drie roze, dus voor die aaltjes werkt inundatie niet. Het is geen tovermiddel. Dit was in een notendop in Vogelvlucht de gezond gewastool.